Goedemiddag allemaal, fijn dat jullie in zo'n grote getale gekomen zijn. We zijn met taalcursisten, we zijn met taalvrijwilligers en we zijn met netwerkpartners. Mensen van organisaties waar we mee samenwerken. Dus, en wij hebben natuurlijk altijd traditiegewijs de lunch in het nieuwe seizoen. Maar voor die opening van het taalhuis is het erg belangrijk dat we kunnen tellen. En nou dachten we, ja, iedereen kan iemand natuurlijk wel in het Nederlands tellen. Dat leek ons niet zo leuk. Dus ik heb Marse heel lief aangekeken. Daar staat hij, kom maar eventjes naar voren. Hij gaat ons leren om in zijn taal, in het Iraans, Farsi, te leren tellen. Yes. Klaar? Ja. Jullie moeten examen doen, hè? Ja, want straks komt het ultieme moment, het belangrijke moment natuurlijk. Dus dan moeten we allemaal uit volle borst, heel hard... Kan ik die opschrijven? Nee. Je moet het allemaal hier hebben, Ria. Ja. Nou, dan wil ik iedereen straks uitnodigen om lekker te gaan eten. De taalvrijwilligers en een aantal taalcursisten hebben allemaal lekkere dingen gemaakt. Er staan ook briefjes bij, want sommige dingen zijn vegetarisch. Daar zit geen vlees in, voor mensen die liever geen vlees willen. Say no. Yes. Aanvallen. Die hoek begint met het eten. Rijst met de mais en de vingerkaas zonder vlees. Jij weet hoe het smaakt in Holland. Zo, ja. 10 meter uit elkaar. Ja, maar het is een Oké, nou, het officiële moment begint aan te breken, maar ik wil allereerst eventjes jullie heel hartelijk welkom heten hier. De wethouder, Lavinia Sneeuwenhoek, en die ga ik nu eventjes het woord geven. Taal. Eigenlijk onze belangrijkste speel. Want waar zouden wij zijn zonder taal? Zonder taal, zonder Nederlands, kan ik hier wel iets gaan staan vertellen, maar verstaat helemaal niemand mij. Ik geloof meer dan rond de 70 vrijwilligers. En momenteel rond de 110 taal mensen die de taal aan het leren zijn. Hier bijeenkomen en het is nog mooier dat na alle activiteiten die hier allemaal al ontplooid zijn en de bibliotheek zich ontzettend hard voor ingezet heeft, dat het nu officieel een taalhuis wordt. Zodat we met z'n allen kunnen werken aan de taal, aan het schrijven, maar ook digitaal. En ik geloof dat we nu een verbinding hebben met de andere kant. Ja, we gaan voor de verbinding. Ik ben benieuwd. Dit is in de bibliotheek van Lekkerkeria. Op hetzelfde moment wordt daar ook een taalhuis geopend voor het wethouderschap. Nou, wethouder, ik stel voor dat u even het Tigrinje telt. En dan gaan we het taalhuis openen. Doe maar, Lavinia. Ja, ik laat de eer aan jou, want mijn tellen laat ik gewoon aan jou over. Als burgemeester zijnde. Vlieten. Celeste. Arbetten. Ramoesten. Het taalhuis is geopend. Ja, kijk op hier. Dus dag Schoonhoven, even zwaaien. Dag Schoonhoven. Daar zwaaien.
je. Dag, dag. Goedemiddag. Kan ik u helpen? Ja, ik heb een gesprek met de taal. Ja, Corina de Geit. Ik begreep dat u graag Nederlandse lessen wilt hebben. Mijn Nederlands is niet zo goed, dus ik wil improven, verbeteren. Want wij hebben bij het taalhuis, dat is onderdeel van de bibliotheek Krimpen en Waard. En daar bieden wij taallessen aan, dat is in een groepje. En we hebben ook taalmaatjes, dat is zeg maar 1-op-1. Dus dat een vrijwilliger met u samen gaat oefenen. Dus ik wil iets doen. Ja, precies. U wilde eigenlijk in de toekomst wel weer gaan werken. Exact. Ze moesten en zouden leren. Ik denk, maar jullie krijgen een ander leven als dat ik heb gehad. Mijn kleinkind wist dat ik verhaaltjes verzon. En ze was trots op me dat ik naar school ben gegaan. En dat ik toen wel kon lezen en schrijven. Ik durf nu voor mezelf op te komen. Zeker. Ik ben heel trots, heel erg trots op mezelf, dat ik nu kan lezen en schrijven. Hallo, ik ben Anja Oosterlaken, directeur van de bibliotheek Krimpen en Waard. Taal is van ons allemaal. Taal is heel belangrijk om goed te functioneren in de maatschappij. In de bibliotheek, in de taalpunten, kunt u terecht voor allerlei zaken die te maken hebben met taal. Minder snel leest, dan kun je ook beter nadenken of je het goed uitspreekt. Een taalkursus, informatie waar u best een taal kunt volgen. Een Nederlandse les, een digitale cursus om beter wegwijs te raken, bijvoorbeeld in de website van de gemeente. We werken samen met veel andere organisaties in de hoop u zo goed mogelijk te kunnen helpen in uw zoektocht naar het beste taalproduct. Schrijven en lezen, dat is belangrijk voor mij om, om werk te krijgen. Ik wil Nederlands leren, omdat ik hier wil werken. Met de andere mensen praten, ja, dan kan je wel juist Nederlands leren. Taal is voor ons allemaal! Ik zeg, en geniet nog lekker van de lunch. Gaan we doen? Ja, dat hebben we nog even. Iets doen voor jou.